trainer René Haken. Morgen een lange reis voor de boek. Kijk je er een beetje naar uit? Nou, ik denk de reis op zichzelf kijk ik niet naar uit. Want ja, het is een lange zit. Maar goed, het hoort erbij. En nou, het zal denk ik ook wel ongeveer de langste rit in Nederland zijn in betaalde voetbal, denk ik. Maar goed, het moet dus. Morgen tegen Fortuna Sittard. Zij missen 4 spelers. Dan lijkt het misschien op een papieren makje. Maar in de Jupiler League is niks makkelijk, hè? Nee, dat zou heel naïef zijn om zo te denken en ook dat zo uit te spreken. Want Fortuna die heeft denk ik toch ook nog genoeg spelers die dat prima kunnen invullen. En dat zie je ook, want ze spelen nu met andere spelers als in de periode daarvoor. Dus dat zou voor ons uit slecht zijn als wij zo denken. Wij spelen morgen toch gewoon tegen een goede ploeg en die nog steeds kans heeft om kampioen te worden. Dus ze zullen vol aan de bak moeten. Wel onder andere omstandigheden. Jullie trainen hier op een perfect veld. Dat is morgen in Sittard anders. Daar ligt een gewoon grasveld wat veel te verduren heeft gekregen van het winterweer. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, daar zullen we goed naar moeten kijken. Daar hebben we aandacht aan besteed deze week. En niet dat we op een vergelijkbaar veld hebben getraind, maar wel in de accenten die we daarin zetten, in onze manier van spelen. Dus we zullen daar goed mee om moeten gaan en misschien daar wat aanpassingen in moeten doen. Mis jij zelf spelers morgen of heb jij je elftal helemaal compleet fit? Nee, het team is met de spelers die al een tijdje afwezig zijn, is verder gewoon beschikbaar wie we beschikbaar kunnen hebben. Dus wat dat betreft hebben we ook nog het een en ander te kiezen. Het is ook de tijd weer dat de contracten aflopen, dat de opties gelicht moeten gaan worden. Bij jou in de staf is bijvoorbeeld loopt het contract van René Ponk af en ook Dennis van der Ree. Zou jij met hun verder willen? Nou, los van het feit of ik dat wel of niet wil, dat is denk ik nog niet het moment om daar nu voor de camera iets over te zeggen. Want uiteindelijk is het niet aan mij om iets naar buiten daarover te brengen. Dat is aan de club. En natuurlijk kun je dan de vraag stellen van wat ik zou willen. Maar dat heb ik intern daar aangegeven. En uiteindelijk is het dan aan andere mensen in de club om daarover naar buiten te treden. Ja. Hoe ga jij morgen Fortuna bestrijden? Je noemde NEC vorige week een goede ploeg. Fortuna doet het iets minder dan die ploeg. Maar wat zijn dan de sterke punten van Fortuna? Ja, Fortuna is ook wat anders gaan spelen sinds de komst van de andere trainer. Wat meer druk naar voren in plaats van spelen vanuit de omschakeling. Dus daar kunnen we sowieso een andere type ploeg verwachten dan bijvoorbeeld de voorgaande wedstrijd. Maar als je dat vergelijkt met NEC, ja, die kwamen hier ook compact en ook niet echt met heel veel druk naar voren. Dus dat is wel anders en daar moeten we gewoon goed op ingesteld zijn. En dan hebben ze zeker voor in een aantal jongens die kwaliteit hebben met Vin Stokkers. Maar ook met zijn naam even Cantwell, geloof ik, de jongen die op middenveld speelt de laatste weken, die opvalt. Nou, en dat zijn wel dingen, daar moet je goed naar kijken. En volgens mij hebben ze ook een aantal verdedigers lopen die zelfs hier nog gespeeld hebben met Dammers en Herings. Dus die weten iets natuurlijk van de club Cambuur. Maar goed, wij weten ook genoeg van hun om te kijken waar wij ze pijn kunnen doen. Jullie winnen de laatste weken niet, maar jullie verliezen ook niet. Wat dat betreft, nou, doen jullie het aardig. Het spel ziet er ook weer wat verzorgder en beter uit. Wordt het nu tijd dat je echt een keer gaat winnen en dat je dan een goede stap kunt zetten richting een linker rijtje? Ja, natuurlijk. Dat is uiteindelijk waar je het voor moet doen. Wedstrijden winnen. Met veel gelijke spelen, dan schiet je niet veel op wat dat betreft. Dus het is ook zaak nu om dat betere spel van de laatste weken, dat omgezet wordt in winst. Nou, dat betekent dat je dus weinig moet tegenkrijgen, maar dat we ook meer moeten gaan maken.